In een groot slachthuis in Gelderland zijn vorig jaar varkens geslacht zonder goede verdoving. De dieren vertoonden nog tekenen van bewustzijn, blijkt uit rapporten van de NVWA. Een 12-jarige Vitesse-fan is zich gisteren rot geschrokken door het vuurwerk dat Utrecht-supporters gooiden tijdens de wedstrijd tegen Vitesse. Mensen waren bang. Ik was zelf ook bang. Ik vond het eng. Ik kon niet eens nadenken over wat er gebeurde. Ik hou zo snel mogelijk weg. Opluchting in Winterswijk, waar na vandaag alle spoorwegovergangen bewaakt zijn of opgeheven. Elke keer als we eentje sluiten is het een stukje veiliger en we gaan ervoor om het helemaal veilig te krijgen in Nederland op dit soort overwegen. Goedenavond. Meerdere varkens zijn vorig jaar geslacht zonder goede verdoving. En sommige vertonen nog tekenen van bewustzijn. Dat blijkt uit de rapporten van toezichthouder NVWA die Omroep Gelderland in handen heeft. De incidenten vonden begin vorig jaar plaats bij twee grote Gelderse slachthuizen. In beide gevallen bleken de varkens op de slagband niet goed verdoofd te zijn en hebben ze ernstig geleden, zo constateert de toezichthouder. Bij welke slachthuizen dit gebeurde, is niet bekend omdat hun namen zijn weggelakt. Volgens Frank van Eerdenburg, deskundig op het gebied van dierenwelzijn tijdens de slacht, mag dit nooit gebeuren. Nee, ik denk niet dat dat überhaupt ooit mag gebeuren. Je moet alle dieren verdoofd slachten. Het is heel belangrijk dat er heel streng gecontroleerd wordt. Ja, dat is echt heel belangrijk. Want, ja, het is gewoon essentieel. Want wat betekent dat als een dier onverdoofd geslacht wordt? Nou, dan beleeft hij een helse pijn. Dat is gewoon, ja, dan is hij bewust van dat hij gestoken wordt en verbloed. En dat is gewoon, ja, het absolute horrorscenario. En dat is niet alles. Een betrokken medewerker die niet doorheeft dat de varkens onverdoofd zijn, blijkt de verplichte opleiding niet te hebben. Iedere slachter moet een cursus gedaan hebben met goed gevolg. En dat is ook heel belangrijk dat ze die cursus doen. Aangezien ze daar leren wat er met zo'n beest gebeurt en hoe dat het gebeurt en hoe dat ze moeten werken. In het rapport is te lezen dat de leidinggevende van het slachthuis het niet eens is met die opleidingswet. Als de toezichthouder hem aanspreekt op het feit dat een medewerker van hem zonder opleiding varkens staat te verdoven, noemt hij hem kinderachtig. En drie kwartier na het vertrek van de toezichthouder staat deze medewerker alweer aan de lopende band om varkens te verdoven. De NVWA laat nu weten dat deze medewerker alsnog een opleiding heeft gevolgd en dat ze het slachthuis een boete hebben opgelegd. Die hebben daar dan weer bezwaar tegen gemaakt. Tijdens een uitwedstrijd van FC Utrecht tegen Vitesse gisteren is vanuit het Utrechtvak vuurwerk gegooid. Het incident gebeurde tijdens de wedstrijd. Het spel werd enige tijd stilgelegd. De 12-jarige Tycho uit Huissen, een groot fan van Vitesse, was gisteren bij die wedstrijd. Maar toen hij het vuurwerk zag dat richting het veld en de tribune kwam, wilde hij maar één ding: naar huis. Hij besloot een brief te schrijven aan de KNVB over zijn ongenoegen. Beste KNVB, lees nu mijn ervaring van Vitesse tegen FC Utrecht. Ineens werd er veel vuurwerk op de tribune en op het veld gegooid. De schrik zit er bij Tycho goed in. Tijdens de wedstrijd Vitesse-FC Utrecht gaat het zo mis dat hij besluit naar huis te gaan en de KNVB een brief te schrijven. In de 51ste minuut waren uitsporters van FC Utrecht ineens vuurwerk aan het gooien op de Noordtribune en op het veld. Mensen waren bang. Ik was zelf ook bang. Ik vond het eng. Ik kon niet eens nadenken over wat er gebeurde. Ik hou zo snel mogelijk weg. En dat terwijl Tycho groot fan is van Vitesse. Ah, dat is mijn Vitesse-kamer. Hier heb je een stoel die van een oude Vitesse-stoel is gemaakt. Hier heb je mijn Vitesse-dekbed. Hier heb je een Vitesse-poster van de bekerfinale tegen AZ. In zijn brief vraagt hij de KNVB om een oplossing voor het supportersgedrag. Als het voetbal zo doorgaat, is het niet meer veilig voor kinderen. Hoe het opgelost moet worden, is aan jullie. Ik hoop dat jullie er iets aan doen. Ik vind dat raar hoe ze het überhaupt kunnen binnenkrijgen. Want ik neem aan dat hun gefouilleerd worden als ze binnenkomen. En hoe wordt dat dan niet tegengehouden, het vuurwerk zelf? Als het vaker gebeurt, heb ik liever volgend seizoen geen seizoenkaart. En dat ik dan thuis kijk. Zo erg ben je geschrokken? Ja. De bedreiging van een verslaggever van Omroep Gelderland vorige maand na de wedstrijd NEC-Vitesse was aanleiding voor een werkbezoek hier van demissionair minister Slob vandaag.
Na de rellen besloot de omroep niet langer verslag te doen van voetbalwedstrijden buiten het stadion. Direct na de wedstrijd ging het er heftig aan toe tegen politie, verslaggevers en cameramensen. En dit is niet het enige waar journalisten mee te maken krijgen. Ook online komen veel agressieve reacties binnen. Demissionair minister Slob van Onderwijs en Media is geschrokken van de verhalen uit het werkveld. Nou, dat is heftig. Journalisten moeten hun werk gewoon vrij kunnen doen. Dat is ontzettend belangrijk voor onze, ook voor onze democratie, voor onze rechtsstaat. En als je dan echt belemmerd wordt in je werk of je komt met heel veel agressie kom je tegen, ja, dat doet natuurlijk iets met mensen. Zijn bevindingen worden meegenomen in een verder overleg om veiliger te kunnen werken in de media. Het is u vast niet ontgaan. De vogelgriep is weer opgedoken in ons land. Dierenambulances en vogelopvangen in Gelderland nemen daarom maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. De extra maatregel die we vandaag hebben ingevoerd is het bezoekersverbod. De dierenambulance in Nijmegen houdt vanaf vandaag de poort echt dicht. Voor de mensen, dus niet voor de dieren. Die zijn welkom, maar de mensen mogen niet de trein op. De dierenambulance zegt dat het om maatregelen gaat die landelijk worden opgelegd vanuit het RIVM en de NVWA. En dat alles natuurlijk om de vogels in de opvang te beschermen. Je wilt zoveel mogelijk voorkomen. Dus preventie is altijd beter dan achteraf bedacht kunnen hebben van dit hadden we moeten doen. Mochten wandelaars dode of zieke watervogels aantreffen, dan is het advies de NVWA te bellen of de dierenambulance. Raak ze vooral zelf niet aan. Dus de huidige coronamaatregelen en het ontsmetten van je handen, dat is ons allemaal bekend. En dat zal bij de vogelgriep, houden wij die maatregelen ook gewoon aan als advies. Overigens kunnen andere hulpbehoevende dieren natuurlijk wel gewoon bij de poort van de dierenambulance in Nijmegen worden afgegeven. Daar kunnen de dieren ingeplaatst worden. Al onze vrijwilligers zijn verantwoordelijk dat dat regelmatig gecheckt wordt. En dan zullen wij de voorzorgsmaatregelen nemen wat betreft de dieren in ons poorthok. Straks, de decembermaand staat voor de deur en de kerststerren die vliegen nu al de deur uit. Gelukkig voor deze teler zien scholieren er wel brood in. Ik doe liever dit dan ergens in een winkelwerk of zo. GGD Gelderland-Zuid gaat een extra teststraat openen. En dat is hard nodig, want de vraag naar testafspraken neemt explosief toe. De wachttijden liepen daardoor te ver op. Mensen moesten soms een dag wachten op een test. GGD heeft hier in Zaltbommel nu een extra tijdelijke teststraat geopend, waar 250 tests per dag afgenomen kunnen worden. Omdat we het belangrijk vinden dat de testen laagdrempelig blijft, zodat we wat dichter bij de mensen die aan deze kant van de regio wonen kunnen zijn. Muziekspectakel The Passion komt volgend jaar naar Doetinchem. Op 14 april is de live-uitzending. Het paasevenement van KRO en CRV zal, net als vorig jaar in Roermond, zonder publiek zijn. De KRO en CRV zegt stad en platteland bij elkaar te willen brengen tijdens de komende Passion. De burgemeester is verguld met de keuze voor zijn stad. En dat betekent dat je kunt allerlei dingen met de lokale middenstand, met de horeca eromheen organiseren. Maar er blijven ook mensen nog een jaar na dato gaan komen, omdat ze jouw stad hebben gezien op een mooie live uitzending met muziek en een mooi verhaal natuurlijk. En denk, god, daar wil ik ook een keer kijken. En dus we hopen echt dat dit blijvend effect heeft voor Doetinchem. Alle onbewaakte spoorwegovergangen in Winterswijk zijn aangepakt en beveiligd. En daarmee is op dit moment de helft van alle onbewaakte overgangen in ons land opgeheven of beveiligd. Nou. Met het onthullen van dit bod komt er een einde aan de niet beveiligde spoorwegovergangen in Winterswijk. De afgelopen tijd werden meerdere spoorwegovergangen in het buitengebied tussen Winterswijk en Aalten door ProRail beveiligd of opgeheven. Die aanpak hier in Winterswijk is wel heel bijzonder. Dat is eigenlijk zoals we het heel graag willen. Niet overweg voor overweg, maar echt in een pakket. Zodat je eigenlijk het hele baanvak, de hele gemeente Winterswijk in één keer aanpakt. En in één keer goed krijgt zoals dat vandaag gelukt is. Voor Winterswijker Wim Esselink is het een bijzonder moment. Hij verloor in 1994 zijn vrouw en dochter bij een ongeval op een niet beveiligde overgang. En maakt zich sindsdien sterk voor het verwijderen van de overwegen. Die zijn niet meer van deze tijd. Ik heb straks gemeld dat het enige verkeersbord wat wij nog hebben voor onbewaakte overwegen is een bord met een stoomtrein erop. Nou, die hebben we al een tijdje afgeschaft. Dus. Op dit moment zijn de helft van alle niet beveiligde spoorwegovergangen in ons land aangepakt. Maar is er volgens de staatssecretaris ook nog een lange weg te gaan? Je ziet ook soms dat het echt lastig is, hè? Ook met de belangenafwegingen, ook in een gemeente. Dan duurt het soms lang.
Dus om het ook te versnellen zal ik ook nog de wet wijzigen. Zodat als het ondanks alle pogingen na lang praten en overleg niet lukt, dat ik ook als staatssecretaris een aanwijzing kan geven en kan zeggen, sorry, jullie komen er niet uit. Dan gaan we nu linksom of we gaan rechtsom. Maar we gaan het in ieder geval niet laten zoals het nu is, want dat is te onveilig. Elke keer als we eentje sluiten is het een stukje veiliger en we gaan ervoor om het helemaal veilig te krijgen in Nederland op dit soort overwegen. 9 jaar geleden begonnen de plannen voor windpark Koningsplei langs de Arnhemse Pleiroute. Uiteindelijk moeten er 4 windmolens komen die nu nog in aanbouw zijn. En nog dit jaar moeten de eerste 2 draaien. Ja, ik ben een windgek, om het zo maar te zeggen. Ik zit al 40 jaar in de wind, dus hoe meer windmolens, hoe mooier dat het is natuurlijk. Maar dit is een hele mooie locatie. Je hebt de Arnhem, hè, de stad, je hebt een stukje industrie en dan, heb je daar, dan moet je daar windmolens neerzetten. Je zit op een hele goede plaats. Ik vind dat, dit is heel goed wat hier gebeurt. Feitelijk kan je zeggen, ze staan er nu. Binnen 2 maanden. Maar de aanloop is natuurlijk enorm geweest. Elke montage is binnen 1 of 2 is die wel klaar. Er moet een enorme kraan voor aangevoerd worden. Dat duurt 1 of 4 dagen voordat die kraan opgebouwd is. En het uiteindelijk opbouwen van de windturbine, als het weer mee zit, is in 1 of 4 dagen is dat wel gebeurd. De windmolens zijn voor een groot deel eigendom van de inwoners zelf. Ja, het is gewoon super gaaf om mede-eigenaar te zijn. Het is natuurlijk een investering en zeker in deze tijd voor mensen ook een interessante investering. Want het rendement is meer dan de bank op dit moment betaalt. Maar daarnaast is het natuurlijk ook gewoon super om zo'n molen te zien en te weten van nou het loopt niet direct naar naar huis. Maar wel toch het is heel dichtbij. Maar die windtorens kosten natuurlijk wel wat. Ik denk 3 miljoen per stuk. Ja. En wat levert het op? Dit levert voor 20 jaar lang energie op voor ongeveer 11.000 huishoudens. Ik kwam hier aan fietsen en het was nog wat mistig. En dan zie je zo die bovenkant van die molen in aanbouw uit de mist. Ik denk, wauw, dat zijn ze mooi. Sinterklaas is nog niet in het land, maar de kasbij van den Berg in Est is al helemaal in de kerstsfeer. Blijkbaar hebben mensen er zin in, want de kerststerren die vliegen dit jaar de deur uit. Drukke tijden dus. En gelukkig voor de teler hebben de scholieren in de coronatijd de weg naar de kas weer weten te vinden. Ja, een beetje bruine, dode blaadjes. Zo, die wrijf je er gewoon uit en dan stop je ze in de hoes. Moeilijk is het niet. En de sfeer is goed in de kas van firma Van den Berg in Est. Hoewel het nog vroeg is, vliegen de kerststerren de deur uit. Ja, ze zijn het jaar hartstikke vroeg. Want we zitten nog echt hartstikke ver voor de kerst. En 1/4 van onze planten zijn wel kwijt. Iedereen heeft denk ik echt zin in de kerst. Het is lastig om handjes te vinden. Maar gelukkig voor de tuinders hebben scholieren in deze coronatijd de weg naar de kas weer gevonden. Er zijn natuurlijk best wat clubs toen best wel lang dicht geweest. Dus we begonnen er eigenlijk toch een beetje op zaterdag te vervelen. En toen hebben we gewoon leuk, gezellig nieuwe scholieren erbij gekregen. Want het werk in de kas blijkt eigenlijk wel leuk. Ja, het bevalt heel goed. Het is leuk afwisselend. Ik doe liever dit dan ergens in een winkelwerk of zo. Ja, het verdient prima, vind ik wel. Ja. Het is altijd gezellig. Ik ben liever met mijn handen bezig. Dat is echt iets voor mij wat ik leuk vind. Ja. Voor de teler is het ook een welkome aanvulling. Je hebt een keer een ander praatje, je hoort weer wat nieuws. Je blijft zelf ook een beetje bij de tijd. Hè? We hebben weer een paar stagiaires extra bijgekregen. Ze nemen ook weer kameraden mee. Het is gewoon gezellig. En met zo'n feestelijk product kan de sfeer natuurlijk niet kapot. Zeker, we hebben zelfs vorig jaar met al het personeel nog een leuk kerstnummer opgenomen. En misschien dat we dat van het jaar wel weer doen. Ja, nog even wachten voor kerst dan. Dan nog het weer. Na een grotendeels bewolkte ochtend brak de zon weer door, zoals ook in Buurmalsen. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en koelt het af tot 1 graad of 3. Plaatselijk kunnen mistbanken ontstaan. Morgen blijft het droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. De vooruitzichten zijn goed met grotendeels droge dagen. Op donderdag kan er wel wat regen vallen. Met maxima rond 10 graden is de temperatuur normaal voor de tijd van het jaar. Dat is over deze uitzending. Meer over een gewapende overval in Wamel lees je op onze app en site gld.nl. Mooie avond verder.